Hoi, ik ben Sjane van de Vreugdegraadje. We zijn alweer bij deel 5 van Lady Vagabond. Dit hadden we als laatste gedaan. En dan gaan we naar de binnenkant. Nou, dit is mij zo goed bevallen. Ik ga dat aan de binnenkant, ga ik dat ook doen. Wat heb je nodig? Opgeschreven. Dus deze gaat even aan de kant. Want we gaan hierop werken. Je hebt nodig basispapieren 23,4 bij 23,4 centimeter. Dat ga je dus nooit uit een A4'tje halen. Daarvoor kom je te kort. Of een A3, denk ik ook niet. Jawel, een A3 kan het wel. Uit een A3 kan het wel. En ik heb hem nu gehaald uit een 30,5 bij 30,5 vel. Dus daar heb ik het uitgehaald. 23,4 bij 23,4. En dan ril je hem op 1,5 centimeter aan vierkanten. Dus je krijgt hier een ril. Daar 1,5. Daar 1,5. En die kant ook. Dus 4 keer. Oké, dan draai je hem om. In principe maak je hetzelfde als dat we het op de voorpagina hebben gedaan. Alleen, ik wil er een kijkdoos van gaan maken aan de binnenkant. Dus dan heb ik 4 randen nodig. En dan, als je dan hier op 1,5 centimeter, daar op 1,5 centimeter en daar ook. Dan krijg je dit gedeelte. Dit gedeelte wat je eruit moet snijden. En dan, dan hou je hier een ruimte over. En dit, als het goed is, past dit precies op je blad als we dit gevouwen hebben. Oké, we gaan eerst beginnen met het uitsnijden van die 4 kanten. Oké, en dan zijn we zo weer terug. Oké, ik heb mijn stuk eruit gehaald. Uiteraard bewaren. Voor tags of wat dan ook. Dit heb ik zo gesneden. En dan denk ik dat het voldoende is als dat je hier. Hier heb je die kruising met de andere kant. En dat je dit stukje eruit knipt. Dus op de smalle. Op een smalle stukje. Denk ik hoor. Het kan zijn dat, dat we straks nog meer eraf moeten halen. Maar tot nu toe. Ik weet niet of het snijden makkelijker gaat. Je kunt het niet uitschieten zoals daar. Deze stukjes haal je eruit. Aan alle 4 de kanten. Oké, ik heb die rillijnen gevouwen. We hebben hier dat hoekje eruit geknipt. Nou, haal hem er maar helemaal af. Dus knip die hele hoek er maar uit. Want wat ik dacht, werkte niet. Ja, dat krijg je met die spontane ideeën van mij. Ik kom op het idee en dan zit ik na 5 minuten achter de camera. En dan ga ik het opnemen en dan moet ik het eigenlijk nog bedenken. Oké, het handigste is om hier alvast die rand te maken. Dus het designpapier op de rand te maken. Ik ga dat ook doen. Ik zal jullie straks laten zien hoe ik noem het verstek knip. Ik heb een handige Harry thuis, nou ja, Tom. En die heeft mij geleerd hoe ik hier netjes dit krijg. Ik weet niet of jullie weten hoe het moest. Nou, ik wist het dus dit. En nu weet ik het wel. En ik weet niet of het ontslachtig is, maar zo heb ik het van hem geleerd. Ik ga even op zoek naar een papiertje. Oké, ik heb 4 strookjes van 1 centimeter gesneden. En mijn man die zegt, dat heeft hij daar ook gedaan, je legt het volgende strookje legt hier plezier op de hoek. Oké. Als je hem nu snijdt, of knipt, hij zegt ook plak vast, dat doe ik dus niet. Hij zegt wel, gebruik je mat als rechte lijnen. Nou, misschien moet ik het wel vastplakken.
Ik heb hier een verwijderbare tape, zeg maar. Een beetje het post-it idee. Nou, ik ga dit vastplakken. Laat het maar gewoon even niet eigenwijs doen. Dan gaat hij fout. En ik heb hier ook een rechte lijn. Dan snij ik van binnen naar buiten het door. Oké, dat is een beetje een rare houding voor mij. Dus hij zegt dat ik, zonder mijn lineaal korter te maken, dit door moet snijden. Oké, wat heb ik dan? Deze ga ik een stapje gebruiken. Of het nog klopt. Even kijk eens. Oh, gelukt. Dus zo snij ik. Dus aan de andere kant is dat precies hetzelfde natuurlijk. Dit leg je in een rechte lijn. En deze leg je er bovenop. Laat ik het dan maar weer eens een keer vastplakken. Oh, heb ik nog een klein stukje. Die kant op. Dan zit ik ook nog op een afstandje te werken. Oké. Nog een keer. We gaan van binnen naar buiten snijden. Dit bedoelt hij dus. Dit. En dan krijg je dit er tegenaan. Zo is die goed. Deze is te lang. Wat hij zegt, wat doe je? Dan knip je een klein stukje op dezelfde manier. Dus in het verlengde ervan knip je hem af. En zodat dit gaat passen. Want het mooiste vind ik als er nog een klein stukje ruimte tussen blijft. Zo, dit is eigenlijk te breed. Daar was ik te enthousiast, denk ik. En aan de andere kant doe je precies hetzelfde. En voordat je hem plakt, wel even smoetsen. Of je er wel met beïnkte aan de randjes. En dan plak je hem op. Oké, dit heb ik beplakt. Deze even aan de kant. Pak ik mijn basisblad. Heb ik deze al op maat gemaakt. Deze moet ik er eerst in plakken. Ik moet ze nu. Even kijken welke neem ik. Oh, laat ik deze nemen. Soms heb je wel eens keuzestress. Dan weet je niet welke kant je moet nemen. Oké, die plak ik erin en dan ben ik weer terug. Oké, zoals jullie weten gebruik ik dubbelzijdig tape het liefst. En deze hoekjes ga ik op elkaar plakken. Hoe doe ik dat? Ik maak hier een stukje van de tape maak ik open. Als je met lijm werkt, dan betekent dat je dat puntje even met lijm op elkaar moet plakken. Ik trek hem er niet af helemaal. Want ik wil eerst dit. Zie je, dan heb ik hier bovenop geplakt. Deze kant ook hetzelfde. Van welke kant je dat doet, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Want het wordt in zijn geheel dit opgeplakt. Oké, dat is een stuk. Het maakt ook niet uit. Ik weet niet of je een volgorde hebt van dat je dat zeg maar dat je zo doet of zo doet of zo. Mag je helemaal zelf beslissen. Oké, waar ik mee begin is met de bovenkant vast te plakken. Dus hier gaat het tapeje eraf. Hier een klein stukje.
Oké, ik dacht dat mijn zoon er aankwam. Die kwam er ook aan. Het ging met de buurjongen zitten pretten. Ja, ondertussen zat ik te wachten. Ja, helaas, we moeten door de vreubelgarage heen naar binnen toe. En dat hoeft niet, maar dat doen ze wel. Omdat die deur, deze deur open staat. Dus vandaar. Oké. Nou, deze was al droog. Dus even met het naald erin. Dus ik heb hem nu alleen aan de bovenkant heb ik hem opengemaakt. Ja, dat is het probleem met deze lijm. Het is op zich lijmt hij perfect. Alleen, ja, dat is, hij is af en toe te snel droog. Oké. Hier zorg je dus, in principe, komt hij direct op het designpapier. En als je hem daar hebt, let wel op dat hij nog wel dicht kan, hè? Dus dat je hem wel net onder die tweede rillijn lakt. Deze is net aan. En het kan kloppen dat hij een beetje uitsteekt. Oké. Nou, als je die hebt, dan kun je het andere, de rest van de tape eraf trekken. Deze even een stukje ombuigen. Het is eventjes wat rechter. Even met mijn zak er dan bij kan. Yep. Oké. En dan kan die onderste er ook af. En dan plakt hij. Oké. Nou, hier zou je dus ook een foto in kunnen doen. En ja. Ik dacht, misschien vinden jullie dit wel leuk. Ik had dit nog, heb ik eerlijk gezegd, nergens gezien. En tenminste niet in een album. Natuurlijk wel gewoon op een kaart. Maar niet in een album. Dus, wie weet hebben we weer iets nieuws ontdekt. Wat ik boven wil gaan doen, is een pocket maken. Want hier kan ik designpapier op doen. Maar dat, dan is het één stuk. En nu kan ik misschien met de restjes die ik heb, zeg maar hier zeg maar een pocket maken. Ja. Heel tevreden mee. Nou, wat heb ik hier nog liggen aan de restjes? Eigenlijk niet veel meer. Ik moet natuurlijk wel een lang restje hebben. Deze zijn te kort. Oké. Ik denk toch dat ik een nieuw stukje moet pakken. Oké, ik heb een pocket gemaakt van 6 centimeter. En die komt dan hier. Ik heb er al dubbelzijdig tape op gedaan. En een beetje lijm. Met deze lijm altijd zo. Dat als je op het laatste zit, het laatste beetje lijm, dan kan er in één keer een hele vloep, een hele golf eruit komen. Maar ik heb toch deze lijm nodig, want ik moet hier een heel dun streepje maken. Nou ja, zo dun mogelijk. Let niet op mijn rechte kunsten. Daar moet ik het niet van hebben. Oké, heb ik hier een pocket gemaakt. Dus hier kan dan designpapier op, daar kan designpapier op. En ik heb een idee over dit. Dat laat ik jullie zo meteen zien. Nou, uiteindelijk is die zo geworden. Dat vond ik wat heel schattig. En een vrouwtje heb ik hier onder vastgeplakt.
En ja, je kunt hem daardoor zeg maar ook inderdaad aan de zijkanten hier, eronder, zoals dit en dit, kun je wat plakken. Je kunt hier een foto inzetten, wat je wil. Ik zou hem niet te vol plakken met, tenminste niet aan de buitenkant, want dit heeft natuurlijk een heel klein beetje speling maar. En want ik wist ook niet dat het... dat ik het zo leuk vond, of dat ik dit van plan was überhaupt. Nou, dan is dit geworden, maar ik zou inderdaad op de rand moet je even uitkijken dat daar niet te veel geplakt wordt. Want dan wordt hij alleen maar dikker en dan, ik heb hier geen magneetjes om gedaan. Hij zal wel plat blijven liggen, maar ja, ik zou het niet te veel dingetjes doen. Oké, gaan we over naar de andere kant. Nog 3 te gaan. Oké, gaan we aan de gang met de andere kant. Waar heb ik voor nodig? Als basispapier 15 bij 15 centimeter met een ril op 1 centimeter. Voor de flap. 17 bij 15 centimeter en een ril op 1 centimeter ook voor de flap. En dat zijn deze. De 15 bij 15. Deze. Die komt aan deze kant. Dus laat ik maar gelijk mijn tape pakken. Een nieuwe rol. Dus dat is altijd even wennen met het vasthouden van de rol. Kijk goed waar de flap zo in de basis moet, op de hinge. En deze komt dus aan de linkerkant, ongeveer in het midden. Of tenminste, een beetje uitgelijnd. Je mag het helemaal uitmeten van me, maar ik doe hem er gewoon op. En dan heb ik dat stuk van 17 bij 15 centimeter. Die komt hier aan de rechterkant. En die overlapt dus deze. Tape op. En dan beginnen ze inderdaad even wennen met die rol. Goed dat er lijm op zit. Als je het in het midden. Ja, dit lekt er meer op. Ja, dat is het voordeel als je dat inneemt. Dat je dan dit krijgt. Oké. Wil ik hier nog een dingetje. Ja, pak het even bij. Oké. Ik heb hierbij geschreven een stukje van 8 bij 20 centimeter. En die vouwen we dubbel. Dit is een stukje 8 bij 20 en die vouwen we dubbel. Deze komt hier als sluiting. En dan wordt die aan het grote blad vastgezet. Dus, maar voordat we dat dus kunnen doen, zal ik hier eerst een stuk designpapier op moeten plakken. Want dan kan ik deze erop opplakken en dan kan ik de magneetjes aan die andere kant doen. Dus ik zoek een stuk designpapier wat hier op past. Oké, en dan wil ik deze dan als sluiting hier zo hebben. Oké, dat was even een test op de camera, dacht ik.
Oké. Dit gedeelte gaan we hier aan vastplakken. Dit gedeelte. En deze, daar komen magneetjes om hem te sluiten naar de overkant toe. Nou, die magneetjes die moeten dus aan deze kant komen. Als ik hem zo doe. En dan komt dan daar het designpapier overheen. Nou, wat we gaan doen is we gaan die magneetjes plaatsen. Aan de rechterkant dan. Ik heb 4 nodig. 3. Ja. Dat is mijn nagellak zelf statisch. Ik pak wat tape. En dan doe ik hem dus aan de rechterkant hier. Oké. Dan gaan we het erop vast afhouden. En dan plakken we het designpapier. Nadat we hem gesmoetst hebben. Dat blijven we gewoon volhouden. Nou, het is bijna gebeurd met die lijn. In één keer kan er een hele dikke vette klot eruit komen. Naar me toe. Dus de magneetjes zitten aan die kant. Hij komt ongeveer zo. Nou, hoe ik dat altijd doe, ik doe het natuurlijk met tape. Ik bepaal hier het midden. Het zou dan, een beetje omhoog werken, het zou dan ongeveer op 4 centimeter zijn. Daar doe ik een tapeje. Je kunt het natuurlijk ook klein doen, hè. Zit, dat dit een klepje wordt, zeg maar. Dus ik kom goed vast met tape. Oké, die haal ik los. Nog doet. Ik pak deze wel even. Dan doe ik hier wat lijm. Dan pak ik die flap op en ik kijk tot waar hij moet. Ik kan hem ook zo neerleggen. Waar die moet. Moet ik kijken even of die recht is. Zo. Dus dan is pakken plakken. Oké. Nou zitten die magneetjes, die zitten dus aan deze kant. Twee kleine stukjes.
erop. Gaat hij niet los? Kom op. Het geen zin in vandaag, maar toch wel. Okay. Dan brengen we hem naar de overkant. En dan komen de tapejes, de magneetjes aan de andere kant terecht. Oké, okay. Dus dan hebben we dit als sluiting. Nou, gaat dit bij mij flapperen. Dat vind ik niet mooi. Maar het is maar een heel klein stukje. Een gebroken magneetje. Dus ik denk dat ik aan één voldoende heb. Hier. Die andere laat ik er bovenop vallen. Oeps, de overkant. En daar is die dan. En dan is de vraag, wil je hier nog een lintje? Dat kan. Dan pak je weer een stukje tape. Ik heb overal lijm zitten. Dus dit zelfs dit scheurt. Een tapeje. Ik heb niet zoveel ruimte hier. Dus pak ik hem er wel onder. Beneden. Gewoon een klein stukje uit te steken. Dan plak ik hem vast. En ik zal meteen met het designpapier erop doen. Gaat dit dan lukken? Ja. Oké, okay. Ergens dicht, er zit een lintje op. Als je hier ook een lintje wil, dat kan dat niet meer. Maar het kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. Wel, kan zeker wel. Dan plakken we hem hier. Dat is zo'n heel groot stuk. Een lintje. Deze gaat naar binnen. Ik had hij nog iets uitsteekt. Ik heb plaats voor twee stukjes tape. Oké, dan heb ik hem helemaal. Dus hier komt designpapier op. Hier. Dan gaat hij open. Hier, designpapier. Daar, hier
En daar, genoeg plek. Oké, dit blad is ook klaar. Designpapier opgedaan. Nou, dit is simpel. Dus dat betekent dat hij erbij kan. In de map. Al wat lijm erbij voordat als het misgaat dat ik hem altijd nog af kan halen. Oké, denk erom. Je bent die plaat is aan deze kant. Snij je toe. Even de ingang vinden. Dat is hier. Oké, dan ga ik er even bij staan. Ik hoop dat jullie genoeg kunnen zien. We zien we alle twee wat minder. Maar hij is gewoon af en toe gewoon mikken. Of ik hem goed heb. Zakken. Die zit heel goed. Kijk of dat hij recht op die andere valt. Ja, kijk. En ook uiteraard ook, natuurlijk ook recht die kant op. We hebben nog één blad te gaan. We hebben nog één hinge. En dat is deze. Hier doe ik weer. Want ik weet dat hij er zo in moet. Anders gaat het fout. En hier gaan we weer wat anders voor bedenken. Oké, het ene laatste blad. Ik heb weer een, dit is de basis, een strook van 23,4. Bij mij is dat nog steeds 23,4. En dan zet je een ril op 1 centimeter en 1,5 centimeter. En die rol je. Deze ook. Heb je een opstaande rand van 0,5 centimeter. Okay. Dan vouw je dat allemaal dubbel om te kijken hoe lang je hem wil hebben. Nou, misschien wil ik hem helemaal tot aan het einde. Dus daar komt een streepje. Dan snijd ik hem hier af. Even terug op alleen de 1 centimeter ril. Dan gaat een tipje op. Dan draai ik hem naar me toe. De openingen zijn nog steeds aan de zijkanten. Neem je op. Dus past die precies. Dus
Dus we hebben het gemeten. Oké. Hieronder. Deze gaat even aan de kant. Basisblad. 11,2 bij 15 centimeter twee keer met een ril aan 1 centimeter. Dat is deze. 15 centimeter zo. Zo, 11,2. En daar komt dan een ril aan één kant van 1 centimeter. Daarbij hebben we nodig 11,2 bij 16 centimeter 2 maal en 1 centimeter en nog een centimeter ril. Dat wil dit zeggen. 16 centimeter. 11,2 centimeter. Hier een ril en aan de onderkant een ril van 1 centimeter. Nou moet u even dit hoekje eraf knippen. En waar is een schaar? Ja. Dit hoekje knippen we eruit. Neem deze af. Het hoekje eruit knippen. En dan gaan we de rillijnen doen. De bedoeling is dat dit een envelop wordt. Die 15 centimeter die past hierop. Precies. Dan krijg je een soort pocket. Krijg je dan. Dus die onderste die laten we even met rust. Dit even aan de zijkant doen. Dan kunnen jullie dat nog zien. En dan hebben we hier de 16 en de 15 centimeter. Hier komt een tapeje op. En hier komt een tapeje op. En dan krijg je met die lange. Zie. Zo dik is die rol. Dan kan ik hem niet meer goed vasthouden. Het is wel zo dat het elke keer bij iedere ronde dan wat makkelijker wordt. Oké, dan gaat dit hierop. Nou, laten we beginnen met die kant. Dat wil ik maar indraaien. Dan haak ik hier het tapeje eraf. Oeps. En dan gaat deze hierop. En je 1 centimeter die bungelt er eigenlijk bij. Deze tip ik ook af. Nou, dan hoef ik het niet te lijmen, want in principe kan dit niet fout gaan. Ik zeg in principe, het kan altijd nog. Okay, dan heb ik een pocket met een flapje. Doe ik bij die andere precies hetzelfde. Ik ga de lijmbus dicht doen. Die droogt heel snel uit. Tapeje hier. En een tapeje aan deze lange kant. Oep. Als ik in één keer weg ben, is mijn batterij op. Hij staat op zijn laatst. Ik probeer nog het een en ander te redden voordat hij in de oplader gaat.
lijm. Volgens mij denk ik net andersom, maar in principe maakt het niet uit. Het maakt helemaal niet uit. Als je maar dat losse flapje aan de onderkant met rust laat. Uitsteekt. Of het nog gaat. Als deze rand uitsteekt met dubbelzijdig tape, probeer hem er dan onder te drukken, want dat gaat heel smoeselig worden anders. Dus dat ga ik even doen. Oké, dan hebben we nu zeg maar die twee flapjes, of die twee pockets met een flapje eraan. En dan gaan we aan dat flapje dubbelzijdig tape plakken. Okay. Die zijn we al gedaan. En dan pakken we de basis. En dan gaan we er hier in plakken en eronder. En als het goed is, moet die precies passen. En als die niet past, dan moet je een beetje gaan smokkelen. Hoe langer je albums maakt, hoe beter je kunt of leert smokkelen en foutjes herstellen. De eerste die plak je direct onder de tweede rilrand. Tweede keer eventueel smokkelen. Dat hij net uitsteekt. Als het goed is, moet hij passen. En dit noemen ze tags pockets. Ik zal je straks laten zien waarom. Als die niet goed vouwt, dan moet je voordat je hem plakt even een beetje smokkelen met het randje. Zodat hij wel plat, hij moet wel plat kunnen. Nou, ik noem dit een tag pocket, omdat daar tags in kunnen. Die tags die heb ik al gemaakt. En die kunnen dan hierin. Oké. Nou, het is, hij heeft nog wat ruimte. Maar je kunt dan daar tekst in doen. Oké, dan gaan we naar het voorblad. Op het voorblad wil ik natuurlijk ook nog wat. Daar maken we een pocket aan de zijkant aan de linkerkant. Ik heb hier al een 1 cm rail gedaan. Deze is 7 cm breed. Zelfs 8. Zelfs 8 cm breed. En dan teken ik hem hier af, waar dan de volgende flap moet komen. Even mijn vouwbeen. En als het goed is moet hij passen. Oké. Tape aan twee kanten. Ja, ik heb het probleem, of het probleem, dat is mijn probleem, dat ik ik wil geen dubbele pagina's. Ik wil niet ik wil dat iedere pagina uniek is en iedere pagina anders.
En ja, dus dat vraagt altijd wel wat meer tijd natuurlijk. Maar tot nu toe is het nog steeds gelukt. Dus ik denk al misschien als ik wat verder ben, dat het op een gegeven moment dat je er nu onder uitkomt om dezelfde pagina's te maken. Ik vind het juist de charmes hebben als je verschillende kunt aanbieden. En dan kan de maker zelf bepalen of dat hij een pagina herhaalt of niet. Of je haalt de andere pagina's uit. Kijk goed dat je hem aan de goede zijde hebt. Dus niet dat je hem boven in de pocket hebt of onder. Ja, het kan onderkant op zich wel, maar dan krijg je dus een andere uitvoering. Hier is een stukje te kort. Dus dan moet ik even, inderdaad ook even smokkelen. We hebben hier dus een pocket. Okay. Nou moet die uiteraard nog dicht. Dus dat worden magneetjes. Moet ik even kijken hoor. Want die magneten hier. Wat ik doe is aan hierop twee magneetjes. Ik zat hier nog met een gebroken magneetje. De lijmbus dicht. Even kijken hoor. Ja. Ik kan wel wat meer die kant op. Want als die hier is en dan komt die tag nog tussen, ben ik bang dat hij niet helemaal goed pakt. Dat hij hem scheef pakt en dat dit beter is. Voor mij is het af en toe ook improviseren, want ik had deze pagina's misschien vanochtend al nog niet eens bedacht. Het zijn allemaal spontane invallen. En natuurlijk, alles wat ik laat zien, dat is al een keertje gemaakt. Soms misschien ook niet, maar uiteraard word je altijd geïnspireerd door iets. Zo werkt dat bij iedereen, denk ik. Overkant. Twee tweepjes hierop. Okay. Dan wordt het designpapier hier, daar. Hier een groot vlak. Deze. Voor- en achterkant. Diegenen die het leuk vinden om hier een halve pons cirkel of zo uit te knippen of een driehoek of wat dan ook. Uiteraard staat dat je vrij om te doen. Met tags is het niet noodzakelijk omdat je niks eruit hoeft te halen. Want deze die zitten er bovenop. Ik zal de tags die ik heb. Hier, voordat ik dat straks vergeet, is voor mij 16,5 centimeter hoog. 16,5 bij iets meer dan 8. Dan heb ik dat ook laten zien. Nou, dan gaan we aan designpapier en dan zie ik jullie zo weer terug. Zeg ik zo weer terug, dan vergeet ik helemaal het lintje. Nou, ik geloof nog niet zoveel. Het lintje moest hier nog.
beetje te laag. Of te hoog. Het randje komt er dan natuurlijk ook nog aan. Oké, nou zijn we echt klaar om designpapier te doen. Nou, dit is mijn gepimpte versie. Ik heb er een boekje in gedaan. Van een plaatje wat ik over had. En die kan hierin. En als hij dan open gaat, hier zeg maar een heel stuk waar je foto's op kunt doen. Hier zijn de tekst. Gaat hij zo weer dicht en met een magnetische sluiting. Nou, dan hebben we de laatste pagina om te doen. Maar dat gaan we doen in deel 6. Doei!